Hey jongens, vandaag is een grote dag. Ik heb hier zo lang op gewacht om dit aan jullie te laten zien. Ik ga naar de stad toe. De stad betekent Amsterdam. Ik ben zo excited. Heel erg excited. Excited. Doei. Ik ga dus nu naar de locatie toe, waar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wil die tas to the limit, man? Yo, dit is de plek waar ik het over had. Een tijdje geleden had ik gezegd van ik wil graag films maken, netwerken en shit over nieuwe vlogs. Tour. Kijk, dat is waar we werken. Dit is een quote waar ik heilig in geloof. Ja, dit is een beetje de tour van ons humble en klein kantoortje. Shot de spam op de bank zitten. Yo! Shot is natuurlijk keihard aan het lullen. Dat is helemaal niet zijn toko. Dit is zijn toko. We hebben je wel gemist in de vlogs. De laatste vlog was volgens mij Cyril heeft chlamydia. Dat klopt, zeker. Heb je echt chlamydia of niet? Mhm. Wow. Een verandering in het vaginale flora kan er aanwijzen eens gewoon doorlezen. Ik ben een beetje aan het terugdenken aan die mooie tijd die we gehad hebben, samen op een podium. Bestaat Jesus Draft nou nog, of niet? Op papier zijn we zeker nooit uit elkaar gegaan. Dennis zit natuurlijk nu in heel ver weg, wat het niet makkelijk maakt om dan op te treden met Dennis. Dennis gaat het gewoon. Zonder Dennis. We hebben ook nog steeds eigenlijk geen drummer natuurlijk. Ik denk eerder dat we dan misschien nog één groot optreden zouden doen. En dan gewoon lekker klaar. We gaan eigenlijk allemaal een beetje dezelfde richting op als ik het zo zie. Behalve Dave. Maar Dave, ik haal echt enorm veel van je. Joep zit ook in de media. Ja. Die is toch die zit toch in de productie van Boos? Zit bij, ja, onder andere. Hij heeft een zilveren YouTube-plak. Echt? Ja. Maar ja, dit is dus Sion zijn bedrijf inmiddels. Het is een... Het is mijn paleisje. Ik maak films. We doen veel corporate, commercials, branded content. En we doen ook nog steeds heel veel in de muziek. En dat vind ik wel fijn, want muziek is altijd... En dus Dennis is toch een beetje bij ons. Het is alsof ik een beetje in moet komen met het vloggen. Ik heb het al een tijdje niet meer gedaan, zeg maar. Waarom ga je niet daily? Daily? Misschien moet je een keer een challenge doen. 2 weken daily of zo. Oeh, ik mag eens een keer snuffelen. Yes! Ik heb niet alles bij me. Heel veel licht thuis. Kan wel. De gast heeft ook vette zieke gear, man. Als filmmaker zijn is dat echt ideaal om... Nou ja, het gear maakt in principe niet veel uit, maar het maakt het wel een stuk makkelijker. Hoeveel gear je ook hebt, vind ik dat je ook moet kunnen met weinig gear. Mijn favoriete camera, die is... Ik kan hem gewoon bijpakken, denk ik. En niks anders. En deze. En deze zit gewoon in mijn binnenzak, of in mijn broekzak, of in mijn... of in mijn jaszak, of waar dan ook. Dit is fucking eng. Een camera vasthouden van zo ongeveer. Ja, alles bij elkaar, €600. Gemiddeld. Ja, en al die trams en het verkeer hier al. Dit is een challenge! Dit is de reden waarom ik Amsterdam zo leuk vind.
Nou, dat was mijn bezoek met Sirion Willems. Hem ken je wel van de band. Ik geef even een snapshot van jouw vorige vlog. Sirion heeft gekregen chlamydia. Dat was de tijd van mijn leven, die chlamydia tijd. Oh. Maar top, ik eindig hiermee de vlog. Ik heb zo nog een vergadering, maar dat is allemaal, man, allemaal liefde. Ja, sowieso. Dus ja, man. Echt leuk je weer te zien. Ja. Ik wil je bijna een zoen geven.